Kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. U ziet het, de Estron Runners. Naast mij twee heren, van het begin af aan eigenlijk al. Arie de Snijer en Ruud Riesmeijer. Ik wilde het uit mezelf zeggen, maar hij was me net voor. Met elkaar goed voor 20 Europa Runs. En een gigantisch bedrag wat ze tussentijd hebben opgehaald. Ik heb me laten vertellen, 9000, wat is het eigenlijk? 920.000. Ja, dat klinkt beter. Ja, bijna een miljoen. Goed, heren, ik zou zeggen, leg hem maar even neer, we hebben het gezien. Arie de Snijer, bijna een miljoen. En jullie stoppen ermee. Geen Europa run vanuit Spijkenisse, in ieder geval met de Estron runners. Dat moet toch verschrikkelijk veel pijn doen. Dat enerzijds dat je die miljoen niet haalt, anderzijds dat je iets wegdoet waar je je hele ziel en zaligheid in hebt gestopt. Al je tijd. Of misschien is dat wel het probleem, dat het al je tijd heeft opgeslokt. De tijd is natuurlijk een issue. Hoewel als je gepensioneerd bent, dan heb je ook nog wel heel veel tijd natuurlijk. Maar het gaat ook om degenen die nog niet gepensioneerd zijn. En je merkt gewoon aan alles en iedereen dat het toch steeds lastiger wordt om die tijd vrij te maken die nodig is om het hoofddoel van een Europarun team, en dat is het ophalen van geld voor de Stichting Europarun en de palliatieve zorg, dat steeds ingewikkelder wordt. Het opzetten van acties kost veel tijd, maar daar hebben we een aantal gepensioneerden voor en mensen die in deeltijd werken, dus dat is allemaal wel te doen. Maar als je dan de hele dag gewerkt hebt en je moet dan als teamlid ook nog 3 avonden in een week gaan collecteren. Of in Nissewaard of in Barendrecht. Er zijn heel veel plaatsen waar we gecollecteerd hebben, ook in de Briel. Dan valt dat wel eens zwaar om in plaats van dat je dan thuis lekker op de bank kan zitten. Alleen het doel is de motivatie om dat wel te doen natuurlijk. Maar je merkt gewoon in iedereen dat het ieder jaar toch wel een stukje zwaarder wordt. En ja, want qua, zeg maar, deelnemers, de leden van de Estron Runners, dat wordt ook steeds moeilijker om ze te kunnen motiveren. De oude groep nog wel, maar als er een paar afvallen, om weer nieuwe te krijgen? Dat wordt wel moeilijker, omdat de maatschappij is ook veranderd en mensen hebben heel veel te doen. En ze vinden het leuk om een Europarun mee te doen, of als loper, fietser of wat voor functie dan ook. Alleen wij hebben altijd gezegd van je mag bij ons in het team komen als je akkoord bent met dat je ook aan alle acties meewerkt. Nou ja, dat hebben we tot de laatste run allemaal weten te bewerkstelligen. Alleen werd het wel steeds moeilijker om mensen te vinden die die tijd beschikbaar wilden maken en konden maken. Nou, dan ga je dadelijk toch wel tijd overhouden. En aangezien Sinterklaas maar 1 keer per jaar aankomt in de haven, want daar kennen heel veel mensen kennen je daarvan, is het niet je gezicht, dan is het wel je stem. Die gaat door heel Spijkenisse op het moment dat Sinterklaas aankomt. Jij maakt duizenden kinderen maak je gek. Ja, dan moet je toch ook voor die andere 364 dagen toch nog iets gaan verzinnen, Arie? Of ga je regelmatig naar Gallengal? Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, hè? De werkplek van je vrouw, ja. Nou ja, ik doe nog veel andere dingen natuurlijk. Ik ben ook nog voorzitter van tennisvereniging in Zuidland, die 2 jaar geleden gefuseerd zijn. Dus ik verveel me niet. Maar ik realiseer me ook wel dat ik de Europa Run zal gaan missen. En ook de sfeer van het team. Want we hebben ook 20 of 22 jaar een geweldige sfeer gehad in het team. Ondanks dat er wel wisselingen in zaten. En dat merken we nu ook. Want we gaan 14 oktober hebben we nog een dag waarop we, of een avond die we met het team en alle oud-teamleden willen afsluiten. Ja, als je nu ziet de reacties die we al van oud-leden krijgen, die graag willen komen. Gisteravond bijvoorbeeld nog een mailtje van iemand van ja, sorry, ik heb mijn schouder gebroken, dus ik kan helaas niet komen. Maar heel veel plezier nog op die laatste avond. En ja, eens een Estron runner, altijd een Estron runner. En dat zijn het zijn de emotionele dingen die je gaat missen. Kijk, een oefenlopen in elkaar zetten, wat Ruud altijd deed. Ja, dat valt weg. Ja. Maar vooral de contacten en de saamhorigheid met het team, ja, dat ga je missen. We gaan eens even bij Ruud, of hij het gaat missen. Ja.
Ruud, wat ga jij missen? Arie heeft het net gehad over dat jij lopen in elkaar zet en dat soort zaken. Ik ben, als ik naar jullie kijk, schelen jullie niet zo gek veel in leeftijd. Is dat voor één is dat natuurlijk positief en voor de andere minder positief. Maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Jullie zien er allebei gewoon lekker jong, sportief uit. Wat moet jij dan allemaal gaan doen met al die vrije tijd? Ja, wat ga ik doen? Ja, ik heb er nog heel weinig tijd over gehad om na te denken. Uiteindelijk wonen mevrouw en ik in een heel klein dorpje en doen we daar heel veel vrijwilligerswerk. Dus ja, misschien dat een beetje meer. Maar uiteindelijk neemt dat niet weg dat we een team zoals dat we met een kleine kern dat eigenlijk altijd georganiseerd hebben, ja, wel ontiegelijk gaan missen. Je wordt gewoon met klokkengeluid word je uitgeleiden gedaan. Je bent nog jong, leeftijd? Ik ben 58. Ja, dan mag je nog een poosje. Ja. In ieder geval bij de baas mag je komen. Dus vrije tijdsbesteding valt voor een deel weg. Maar denk je niet dat dat ook wel weer snel zal zijn ingevuld? Ja, ik denk dat dat ook wel automatisch gaat. En weet je wel, uiteindelijk vult dat elkaar gewoon vanzelf in. Ja, ik denk dat dat wel vanzelf gaat. Ik heb een hele drukke baan, dus dat slokt heel veel van mijn tijd op. Ja, misschien kan ik daar nu wel wat meer van mijn vrije tijd gaan genieten. Ja, maar hoe vullen die vrije tijd dan in? Met wat? Alle huizen in Zwarte Waal gaan verven of zo? Nee, ja, goed. Uiteindelijk stopt er ook wel. Maar ik stop niet met sporten. Hè, dus dat is eigenlijk ook wel altijd wel een heel groot onderdeel geweest van mijn leven. Fietsen, hardlopen, wandelen. Dus dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Hè. Vroeger moest hij daarbij hè, dan ook nog eens trainen voor de roperen. Ja, dat kan je nu anders invullen. Maar ja, de normale leuke dingen qua ontspanning, ja, die blijf je natuurlijk er wel gewoon bij doen. En dat zorg je ook dat uiteindelijk maakt dat je leven leuk blijft. Maar Ruud, jullie vormen als het ware één grote familie, de Estron Runners. Ik ga niet vragen van wie ga je het meest missen, dus Arie natuurlijk. Maar in orde van grootte van gevoelsmatig, dit zou ik echt gaan missen. Wat is dat dan? Ja, dat klinkt heel cliché, maar dat is dan inderdaad wel het samen zijn om dingen te organiseren met dat hechte clubje. We hebben ook nog twee oud-teamleden, Joop en Co van Schie, die uiteindelijk een paar jaar geleden noodgedwongen hebben moeten stoppen. Weet je wel, dat zijn de dingen die ga je missen. En uiteindelijk moeten we met elkaar zorgen dat je gewoon met elkaar contact gaat houden om uiteindelijk toch met elkaar te blijven zien en leuke dingen met elkaar te kunnen blijven doen. En Arie, wat ga jij het meeste missen? De sfeer. Zowel voor de roperen, tijdens de roperen als na de roperen. Je bent het hele jaar bezig met acties. En wat ze ook altijd zeggen, want in bijeenkomsten met teamsvergaderingen en dat soort dingen. De roperen op zich is altijd de kers op de taart of een soort schoolreisje. Je bent het hele jaar druk bezig met allerlei activiteiten op te zetten, geld op te halen. En dan is eigenlijk de roperen op zich het slot van een jaar acties voeren. En we hebben intern wel eens een discussie van hoeveelste zijn we geworden tijdens de loop. Dat boeit niemand. Nee. Maar we staan allemaal te trappelen op welke plaats we geëindigd zijn met het bedrag wat maximaal is opgehaald. En in al die jaren hebben we twee keer op een haar na het podium gemist. Dan zijn we vierde geworden. En we zijn er ook trots op dat we 2023 toch als 11e team van de 215 deelnemende teams zijn geëindigd met de €43.000 die we het afgelopen jaar hebben opgehaald. En die kick van heel veel geld ophalen, ja, die zal ik ook zeker wel gaan missen. Maar daar gaat ook het meeste tijd in zitten, kan ik me zo voorstellen. Want je bent met een organisatie bezig, daar heb je heel veel ervaring mee. Maar het ene jaar is het andere jaar niet. Sponsors vinden is één, maar sponsors die ook een groot bedrag neerleggen, want het is niet alleen Estron, maar het zijn heel veel andere bedrijven die meedoen en particulieren. Dat werd toch ook op een gegeven moment een klein molensteentje misschien om jullie nek? Nou ja, eigenlijk niet. Sponsors vinden is eigenlijk niet, want het klinkt heel banaal, maar kanker scoort. Als jij een actie op touw zet om geld op te halen tegen kanker of voor de palliatieve zorg waar de roperen voor staat, dan gaan de deuren open. En wij hebben ook al die jaren dat we gecollecteerd hebben. Ik ben geen collecteur. Ik kan makkelijk praten, maar aan een deur staan en op de bel drukken. Ja. En vragen, heeft u nog iets over voor de roperen? Dat ging me altijd niet zo makkelijk af.
Maar op een gegeven moment, als je dan weer een half uurtje aan het lopen bent en mensen doen de deur uit en zie je dan weer aan je oranje jasje dat je niet van PostNL bent, maar van de Estron Runners, want dat verschil is niet zo groot. En dan is het 9 van de 10 geven de mensen wel, en dan gaat het niet of het een briefje van 5 is of een briefje van 10. Maar het gaat ook om die 1 euro en die paar losse centen die de mensen in de bus gooiden. Maar ook dat wordt door de tijd heen steeds lastiger om contant geld op te halen. Ik bedoel, we zijn natuurlijk al met de QR-code bezig, dat de mensen op de bus kunnen scannen. En ja, had ik allemaal 10 jaar geleden ook niet kunnen voorzien dat dat zo zou gebeuren. Nee. Dus dat is wel. Maar wat ik wel kwijt wil, omdat ik het heel irritant vind. Dat mensen geen geld hebben of niet bij willen dragen. Dat snap ik, dat kan ik begrijpen. Maar dat mensen jou zien staan en ze zitten voor de tv gewoon te kijken en ze doen net of je niet bestaat, dat doet wel eens zeer. Nou, dat is die bij de laatste Roparun is die dat eventjes nog lekker kwijtgeraakt. Ja. Dus als u zit te kijken en u hebt altijd naar de tv gekeken en als de bel ging en Arie stond voor de deur, dat u niet heeft omgekeken. U kunt het goed maken door gewoon nog even wat centjes naar de Kankerstichting of wat nog meer. Stichting Roparun Rotterdam. Goed, kom er nog even bij. Ruud, 20 keer zelf deelgenomen, mag ik aannemen, dat klopt toch? 19 keer ben ik mee geweest, ja. Okay, en die ene keer op vakantie, geblesseerd? Ja, een jaartje ertussenuit. Een jaartje tussenuit. Maar dan heb je natuurlijk ook Rotterdam, Parijs-Rotterdam heb je meegemaakt. Daar komt het ook vandaan, hè? Europa run. Maar ook de noordelijke route, onder andere Hamburg. Heb jij een voorkeur voor een route? Wat was nou leuker, mooier, beter? Nou, wij zijn op een gegeven moment, omdat Hamburg erbij kwam, hebben wij als een van de eerste teams gekozen toen voor Hamburg. En daar hadden we toen een hele specifieke reden voor, omdat Parijs, het gedeelte in Frankrijk en zeker in België, best heel onveilig was. Ja, wilden we eigenlijk dat toch wel eens een keertje vanuit die noordelijke route proberen. Waar je eigenlijk op 35% over fietspaden. Ja, en gewoon een hele andere beleving. In Frankrijk, als je daar door dorpjes heen liep, ja, dat was al 20 jaar of de 8 jaar dat ik het gedaan heb, liep je elke keer door dezelfde dorpjes. Altijd waren de luiken dicht, je had geen contact met de mensen. En de eerste keer Hamburg heeft daar heel veel verandering in gebracht. Je had ineens contact met mensen en de mensen gingen vragen stellen, wat doen jullie? En als je dan het jaar daarop kwam, dan zaten de mensen ineens in een tuintje en die zaten, weet ik, een snoepje of je kreeg wat te drinken. En de betrokkenheid en was veel leuker. Je kreeg zelfs onderweg wel eens geld toegestopt omdat ze wisten dat het voor een goed doel was. Ja, dat heeft voor ons uiteindelijk altijd wel gemaakt dat we zeker de laatste jaren altijd voor de noordelijke route hebben gekozen. Nou, je kan altijd nog in die richting met vakantie gaan. Ja. Arie, slot aan jou. Je hebt nog een hele mooie herinnering, een toevoeging aan wat de Roparun voor jou heeft betekend. Dat gaat terug naar 2002. Mijn eerste Roparun. Die ging nog van Rotterdam naar Parijs. En die startte op de woensdagavond voor Pinksteren op het moment dat Feyenoord 's avonds moest spelen tegen Borussia Dortmund om de UEFA Cup. Er waren in ons team waren 2 lopers, die hadden kaarten daarvoor. Maar ja, niet wetende dat Feyenoord in die finale zou zitten en dat ook geen rekening mee gehouden dat de Roparun zou starten. Dus die hebben toen de kaarten via Rijnmond beschikbaar gesteld voor een goed doel. En die kaarten zijn toen per opbod zijn ze verkocht. Ik weet niet meer wie ze gekocht hebben, maar die kaarten die zijn vlak voor de start bij Ahoy. Mijn eerste ervaring met de Roparun. Dus ja, het is allemaal nieuw. Was TV Rijnmond en die 2 kaarten werden uitgereikt aan een vader en een zoon die allebei terminaal waren. Een jongen van een jaar of 12 en zijn vader was misschien 45 of wat ook. En als je dat dan ziet, dat je 2 mensen die op de lijst aan om dood te gaan. Uit één gezin. Die kaarten kan overhandigen om dan die avond naar de finale van Feyenoord in de Kuip te gaan. En je ziet die blijdschap en de emotie die er dan in die hele Ahoy, zeg maar, met alle mensen die aan de Roparun meedoen en meewerken. Ja, dat heeft bij mij zo'n impact gehad. Van, ja, dan weet je, op dat moment zie je daadwerkelijk waar je het voor doet. En dat is om mensen die niet lang meer te leven hebben, nog
een draagzaam leven te geven in de laatste dagen van hun leven. De slogan van de Roperun die zegt daar eigenlijk alles. Kan iedereen op de site vinden. Leven toevoegen aan de dagen dat er geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd. En dat was mijn Roperun. Ik vind het een prachtig en ontroerend verhaal. Beste kijkers, Botlek TV, Link Media. Zonder deze twee mensen en het hele team daarachter, bestuur, de vrijwilligers, noem ze allemaal maar op. In die 20 jaar zijn het 90 Estron-runners geweest, hè? In zijn totaliteit. Die meegedaan. Nog even een toevoeging, nog 90 Estron-runners hebben meegedaan. Al die mensen, jullie hebben, als je kijkt, want hier staan dan twee van jullie vertegenwoordigers, zoveel betekend voor deze samenleving. Daar willen wij jullie voor bedanken. De kijkers willen natuurlijk ook die mensen bedanken. Maar blijf ook vooral gewoon geven. Steunen. In welke vorm dan ook. Met of zonder Estron Runners. Er is altijd wel een goed doel. Met name tegen de kanker. Kankerbestrijding. Laten we daarmee door blijven gaan. Gul geven doet leven. Dank u wel.